Hallo allemaal, tijd voor een nieuw favoriete filmpje. Deze keer van de maand oktober. Kan jullie al verklappen dat er heel veel skincare is. De maand oktober is echt de maand geweest dat ik heel veel nieuwe skincare heb geprobeerd en in gebruik genomen. Ik heb ook een klein beetje make-up bij, geen zorgen. Maar het is dus vooral skincare. Ik zal beginnen met de make-up. De absolute favoriet van afgelopen maand. Ik heb hem nog niet zo heel lang, maar is wel meteen tot, of ze zijn meteen tot favoriet gebombardeerd. Zijn deze nagellakjes. Dit zijn de nagellakjes van Essie. Ik heb er al eens iets over geschreven. Dus wat zal er gebeuren? In november lanceert Essie officieel in België. Als eerste land in Europa, dus woehoe! dus Essie was al te koop in België, maar dan... het product dat ook in de professionele salons werd gebruikt met het dunne borsteltje. En nu gaat het voor de consument verkocht worden en dan heeft het een breed borsteltje. Ja, het is veel, veel, veel gemakkelijker dan de vroegere Essie-lakjes. Ik had, tot nu toe had ik 3 Essie-lakjes met het dunne borsteltje. En ik vond de kleurtjes heel erg mooi en lakken ging wel. Maar met het nieuwe borsteltje gaat lakken zo ongelooflijk gemakkelijk. Op de kleinere nagels is dat zo één keer erover gaan en je hele nagel is gelakt. En op de grotere nagel, bijvoorbeeld de duim, dan doe ik het een 2 à 3 keer. Ze zullen te koop zijn vanaf november in alle vestigingen van Die en Issy Paris XL. En de nagellakjes zelf zullen €10,99 kosten voor 13,5 ml. Dus ik vind dat wel een degelijke prijs. Lippenstift. Ik heb hem vandaag ook op. Dat is deze. Dit is de Estee Lauder Pure Color Crystal Lipstick in Tiramisu. Ik vind het zo'n mooie, draagbare kleur. Het is echt my lips but better en met een klein glansje. Nu heb ik hem goed opgesmeerd, dus je ziet hem een klein beetje, maar ja, het is geen heel dekkende, super dekkende kleur. Maar ik gebruik hem wel heel graag. Eyeliner. Heel handig, heel gemakkelijk, veel sneller dan een borsteltje of een kwastje in een gel liner potje doen. Wat niet wil zeggen dat ik geen gel liner meer gebruik, maar gewoon 's morgens vroeg als je naar het werk moet, dan is het gewoon gemakkelijker om een pennetje te nemen. Zoals deze, de Maybelline Master Precise. Gewoon topje eraf, eyeliner trekken en klaar. Voor potloodjes, ik ben eigenlijk wel fan van deze. Dit is de Max Factor Liquid Effect Pencil in de kleur Brown Blaze. Ik heb die vandaag ook op onder mijn wimperrand. Het is een hele mooie bruine kleur, diep donkerbruin. Bruin zonder rode tinten. Ik heb nog een potloodje van Urban Decay. Dat is de kleur Cognac. Nee, Whisky. Whisky. En dat is ook bruin, maar er zit zo net iets meer rode tint in. En deze vind ik gewoon bruin. Bruin staat veel mooier bij iedereen. Mijn laatste make-up product is deze. En dit is het Cheek Powder My Paradise van de Surf Baby collectie van MAC. Van vorig jaar of van de Surf Baby collectie. Dit is dus een cheek powder dat ik de laatste maand veel gebruikt heb, dat ik ook vandaag op mijn wangen heb. Het is een klein beetje een koraalkleurtje. Ja, een klein beetje, gewoon volledig koraal. Die gouden glitters, dat is een overspray. Dus op dit moment heb ik er nog wat highlighter van, maar uiteindelijk gaat het al weg. Ik vind het een fris kleurtje. Ik had wel niet verwacht, want het is een cheek powder. En ik dacht, een beauty powder. Daar moet je meestal veel meer van op je wangen doen. Dus de eerste keer heb ik hier serieus wat van op mijn borstel genomen. En toen had ik nogal, clownwangetjes. Dus dat is geen goed idee. Heel lichtjes erin deppen, want het is echt heel gepigmenteerd. Maar ja, ik heb hem deze maand heel vaak gedragen.
Over deze heb ik al eens gesproken. Dit is de Givenchy Mr. Lash Booster. Dat is dus een draaipennetje. Een draaipennetje, hier van onder zit het knopje en hier van boven komt dan het product uit. Bedoeling is, of zoals ik het gebruik in elk geval, is dat ik het 's avonds nadat ik mij ontschminkt heb, voor ik ga slapen, doe ik een beetje op mijn wimpers als een serum. Ja, wat vind ik ervan? Ik denk dat je een beetje realistisch moet zijn over de verwachtingen als je zo'n product gebruikt. Dus ik heb vrij dunne wimpers. Niet super lang, niet super dik, niet super donker. Dus ja, het was een beetje ondenkbaar of onmogelijk dat ik nu ineens van die super lange, super dikke, volle wimpers zou krijgen. Wat is er wel gebeurd? Ze zijn donkerder geworden en ik vind ze iets steviger aanvoelen zonder mascara. Maar ik vind niet dat ik er meer wimpers van gekregen heb. Of langere wimpers. Ik zie dat gewoon niet. Ik heb foto's vergeleken tussen voor en na. En ja, oké, okay, ze zijn donkerder, steviger. Maar niet vermenigvuldigd. Is dat jammer? Ja, een beetje natuurlijk. Want iedereen wil altijd super lange, super mooie en super volle wimpers. Maar er is wel iets gewijzigd. Dus ik heb wel resultaat gezien. Dus, oei, dat is mijn kat. Moment. Zeg eens hallo. Zeg eens hallo tegen de mens. Dit is mijn kat, Tigra. Tigra is de koningin in het huis, want ze krijgt alles wat ze wilt. En ze heeft een lui lekker leventje. Hè? Het is waar, hè? Zeg eens dat het waar is. Ja. Ik was dus bezig over de Givenchy Mr. Lash Booster. Ja, ik zie wel wat verschil. Het was een realistisch resultaat, dus ik ga hem verder blijven gebruiken tot hij volledig op is. Of ik hem daarna nog opnieuw koop, dat weet ik niet. Dat zal ervan afhangen. Als ik ermee stop, als mijn wimpers dan ineens veel minder sterk en donker worden, ja, dan zal ik het waarschijnlijk wel opnieuw kopen. Oogcrème. Eentje die bijna op is. Is deze, de Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Recovery Complex. En ja, is dus echt bijna op. Het is een gel serum oogcrème. Ik gebruik die alleen 's avonds. Heel fijn om aan te brengen, trekt snel in. Ik gebruik die al een tijdje. Excuseer. En hij is bijna op, dus ik ga hem zeker opnieuw kopen. Ik gebruik dus twee aparte oogcrèmes. Eén voor 's morgens, één voor 's avonds. Ja, en ik vind deze wel een aanrader. Nog iets dat volledig op is, is deze. Dit is van Apothecaire, het Compliment Irido Radiant. Ik heb dat ook al eens laten zien in het vorig filmpje, denk ik. En kijk, hij is volledig leeg. Dus alle pilletjes zijn door mij opgedronken. Dus de bedoeling is, je moet het een maand lang gebruiken. En dan krijg je er een stralendere huid van. Wat heb ik gemerkt? Terwijl ik het gebruikte, die maand, heb ik 0,0 onzuiverheden, puistjes gehad. Fantastisch. Ik ben er dan mee gestopt. En ik heb puistjes gekregen. Dat is precies of mijn huid aan het afkicken was en niet content was dat ik hiermee gestopt was. Zou ik het opnieuw kopen? Ik ben heel tevreden van het resultaat. Het is wel niet goedkoop. Ik geloof, ben niet zeker, ik ga het dus nog moeten nakijken. Ik geloof dat iets van een 60, 65 euro kost voor zo'n potje. Dat je dan een maand lang gebruikt. Dus voor een heel jaar lang door te gebruiken, ik denk het niet. Mijn portefeuille kan dat niet aan. Voor af en toe een boost te geven, ja, dat denk ik wel. Dat zou ik er wel voor over hebben. Iets anders dat ook op is, ik heb echt wel mijn best gedaan deze maand, is de Kiehl's Imperial Body Balm. Een hele rijke body butter. Nu dat het kouder werd, ja, merkte ik wel. En ook op de buitenwerken en zo, dat mijn huid wat droger was. Dus na het douchen altijd ingesmeerd met deze. Het is zeker eentje om in het achterhoofd te houden. Als je echt van rijkere structuren houdt. Die intrekken en die huid heel gevoed laten. Dan is deze iets voor jou. En dan heb ik
heel veel skincare. We zullen beginnen met dit duo. Dit zijn twee productjes van Sampar. En Sampar is een Frans merk, ontstaan in Parijs. En is eigenlijk voor de actieve Française. Ik vind de verpakkingen ook heel erg leuk. Dat roze, ja natuurlijk, het is roze, dat spreekt mij wel aan. Het eerste is de Poreless Magic Peel, dat is deze. Bedoeling is, het is eigenlijk een serum dat je 's morgens en 's avonds aanbrengt. Het corrigeert en egaliseert eigenlijk je huidtextuur. Dus zeker voor rode vlekjes en oneffenheden. Een heel fijn serum. Een pompje dat je op slot kan doen. Dus draaien. En het ziet er zo uit. Het is dus een heel licht serum. Goed te verdelen. Trekt snel in. Het ruikt heel fris, vind ik zelf. Niet slecht. En het tweede Sampar product is de Glamour Shot. En dat is zo'n tube ook met een pompje. Dat zal ik ook eventjes laten zien. En de Glamour Shot is eigenlijk wel heel speciaal. Het is een soort van fusie tussen cosmetica en skincare. Het noemt ook cosmake-up. Dus, en het corrigeert eigenlijk, of het minimaliseert je rimpeltjes en imperfecties binnen de minuut. Het zorgt er eigenlijk voor dat je een soort van, ja, onzichtbaar laagje over je huid heen krijgt, waardoor dat wat blurrier wordt en mensen dat niet meer zo hard zien. Je kan het gewoon gebruiken na je dagcrème. Een soort van, ja, foundation niet getinte dagcrème, maar gewoon ja, na je dagcrème. Ik heb het ook proberen gebruiken nadat ik mijn foundation had opgedaan. En het matteert enorm. Ik heb nog nooit een product gebruikt dat mijn foundation, dat mijn huid zo erg matteert. Ik zal het jullie even laten zien. Dus zo ziet mijn hand eruit met gewoon een klein beetje Glamour Shot. En als ik het dan uitwrijf, en deze ruikt iets anders dan de Poreless Magic Peel. Dus terwijl ik het erin wrijf, voel ik mijn huid eigenlijk wel matter worden. Nu weet ik niet of je het echt kan zien op camera. Maar als je erover gaat, dan voelt het gewoon niet meer zo super glad door, ja, door de natuurlijke olie die in mijn huid zit. Gewoon zacht en matter. Volgend product is deze dagcrème van Vichy. Dit is de Normaderm Anti-Age. En wat ik fijn vind aan deze dagcrème is dat hij een combinatie maakt tussen, dus combinatie tussen anti-huidveroudering en het bestrijden van onzuiverheden. Want blijkbaar is het niet alleen voor tieners weggelegd om nog puistjes en onzuiverheden te krijgen. Nee. Als je 30 wordt, dan heb je daar ook nog last van. Dus wat is nu het geval? Ik ben zelf 29, korter bijna 30. Ja, en af en toe heb ik toch nog last van wat onzuiverheden. Dat valt nu misschien niet zoveel op, maar kijk, wij zitten op een afstandje van elkaar en ik heb ook make-up op en dat verdoezelt veel. Maar als je alleen maar anti-aging producten gebruikt, ja, dan doe je niks aan die onzuiverheden, buiten reiniging. Deze dagcrème combineert de twee en het is 50 ml. Ik weet de prijs niet meer helemaal van buiten, maar ik weet wel nog dat ik hem heel erg betaalbaar vond. Hij is gewoon verkrijgbaar bij de apotheek. Ik ga even laten zien. Het enige nadeel vind ik, en dat is fantastisch dat hij in een tubetje komt, maar waarom met een draaidop? Gewoon zo'n kliksysteem is veel, veel gemakkelijker. Dus het is een gelcrème structuur. Hij ziet er zo appelblauw zeegroen uit. Had voor mij persoonlijk niet per se gemoeten, maar oké. En als je hem dan uitwrijft, hij ruikt trouwens ook heel erg fris. Dan ziet het er zo uit. Dus hij trekt ook heel snel in, smeert ook heel fijn uit. Dan twee productjes die ik gewonnen heb. En ik was super blij toen ik hoorde dat ik bij de 50 gelukkige winnaars was. Dat zijn deze twee.
Het zijn eigenlijk twee productjes van Estée Lauder. Nu, ik ben al jaren fan van de serums van Estée Lauder. Dus ik was enorm, enorm nieuwsgierig om ook nieuwe serum te gebruiken. Want het eerste product is ook een serum. Het Idealist Even Skin Tone Illuminator. Kortweg Illuminator. En het tweede product is dan de Idealist Cooling Eye Illuminator. Dus een oogcrème die ook een oplichtend effect heeft. Het serum... De verpakking is zoals we van Estée Lauder gewend zijn, een vierkant flesje met ja, de gouden verpakking, dop en het gouden pompje. Het is echt een, ja, de naam zegt het zelf, Even Skin Tone Illuminator. Dus wat zie je onmiddellijk is dat je huid verlicht wordt, oplicht. En de bedoeling is ook dat het op termijn echt wel die onzuiverheden, de vlekjes, de acneplekjes van vroeger en dergelijke gaat verminderen. En ik noem het eigenlijk een beetje ja, vloeibaar glow, vloeibaar parelmoer. Want van zodra je dat je het gaat uitsmeren, het ruikt ook heel lekker fris. Van zodra je het gaat uitsmeren, nu ik weet niet of jullie het zo gaan kunnen zien op mijn camera. Je krijgt dus een onmiddellijke glow op je gezicht, waardoor dat die onzuiverheden ook wel verdoezeld worden. Dus nu, dat is natuurlijk wel een optisch effect. Het werkt daarna wel verder in. Maar het geeft wel een onmiddellijk resultaat. En dat is ook het fijne aan deze. De oogcrème ervan. Heel speciaal is dat die een keramische applicator heeft. Die is speciaal aangepast aan de vorm, vind ik, van onder mijn ogen. Ik had al in het verleden van die oogrollertjes met zo'n balletje. Die voelde al vrij verkoelend aan. Maar een keramische applicator, het is de eerste keer dat ik het zie. Ik heb het nog nooit op een andere oogcrème gezien. Voelt veel koeler aan. En ik weet niet hoe dat het komt. Waarschijnlijk heeft het te maken met de fysische samenstelling van keramiek. Veronderstel ik, maar dat interesseert mij ook niet. Het voelt echt veel verkoelender aan en dat is ook heel aangenaam. Dus wat doe ik? Ik wrijf het uit en het residu klop ik dan in onder mijn ogen. Ik ga het ook eventjes laten zien. In tegenstelling tot het serum is dit een iets dikkere structuur, maar nog altijd heel goed smeerbaar. En ik weet niet of je dat kan zien op mijn hand. Maar wat ik dus merk bij deze oogcrème is dat die, als ik hem gebruik, onmiddellijk een heel erg verlichtend effect geeft. Dus het vermindert de grauwe wallen onmiddellijk. Dat is ook een optisch effect, want er zitten licht reflecterende parelmoer bestanddelen in. Maar dat geeft ook wel een onmiddellijk effect en dat is wel fijn. Tweede pluspunt is dat die ook heel erg hydraterend werkt. Het is een beetje een 2-in-1. Werkt verkoelend, maar eigenlijk 3-in-1, hè. Werkt verkoelend, camoufleert eigenlijk de wallen, want het gaat verlichtend werken of oplichtend werken. En 3, het hydrateert ook. En dat is wel fijn dat ik hierna geen andere oogcrème moet gebruiken. Dus voor mij is dit wel een toppertje. Dan een product dat nieuw is in de apotheek is La Roche-Posay Rosaliac AR Intense. Het is een serum. Ook bedoeld om specifiek in te werken op roodheden. Want de Rosaliac-lijn van La Roche-Posay is eigenlijk bedoeld voor mensen met rosacea. Nu, er zijn verschillende vormen van rosacea. Je hebt gaande van heel licht tot heel extreem. Ik ben absoluut geen erg slachtoffer van rosacea. Ik heb alleen een beetje roodheid. Rond de neus. Ik heb wat uitgezette rode bloedvaatjes. Een beetje roodheid op mijn wangen en op mijn kin. En ook ik vind het fijn om te gebruiken. Ik heb het nog niet zo lang in gebruik. Maar door de structuur, door hoe het aanvoelt, door wat ik zie, denk ik wel dat ik dit een standaard product in mijn routine ga maken. Wat fijn is aan La Roche-Posay is dat zij zo van die tubetjes hebben. Die zijn hermetisch afgesloten. Dus wat betekent dat? Je kan de dop open en dicht draaien. Je neemt wat product. En dan kan het resterende product of bacteriën die hier zouden aanhangen van je handen niet terug naar beneden om de rest van het product eigenlijk te contamineren. Dus dat maakt dat het product dat hier nog in zit, dat je dat veel langer kan bewaren en dat het veel langer goed blijft. Het product zelf, even laten zien.
In eerste instantie deed dat mij een klein beetje denken aan zoiets als een MAC Honey Skin Salve of Elizabeth Arden 8 Hour Cream, omdat het zo precies dezelfde kleur is. Maar als je het dan begint uit te wrijven, ga je merken dat het een heel licht serum is. Absoluut geen vettigheid, geen vettig residu dat achterblijft. Dus het is iets totaal anders. Wat je wel voelt is dat het heel zacht is en dat het onmiddellijk indringt. Gewoon verkrijgbaar bij de apotheek. En wat de prijs betreft, de exacte prijs weet ik niet meer. Maar ik weet wel nog dat ik het een zeer betaalbaar product vond. Dit is 40 milliliter. Uiteindelijk is het een serum dat je vrij lokaal kan gebruiken. Dus het is ook wel zuinig. De twee volgende productjes zijn van Biotherm. En dit zijn producten uit de Skin Vivo Uniformity lijn. Nu, Skin Vivo op zich bestond al, maar is eigenlijk meer gericht op de iets rijpere huid, echt anti-aging. De Skin Vivo Uniformity lijn is, bestrijdt wel de tekenen van huidveroudering, maar gaat eigenlijk die tekenen aan of die beschadigingen aan die je krijgt door UV-straling, die ervoor zorgen dat je er eigenlijk ouder zou uitzien dan je bent. Bijvoorbeeld roodheid, grauwe teint, oneffen textuur en dergelijke meer. Nu, ik heb daar twee productjes van. Het eerste is het Anti-Dark Spots Reversive Concentrate. En omdat het een concentraat is, je ziet het, het is ook maar 15 milliliter dat hierin zit. Bedoeling is dat je het, je kan het 2 keer per dag gebruiken. Het heeft zo een applicatortje. Ik neem daar een klein beetje van op mijn vinger. Ik smeer het uit tussen mijn vingers en dan dep ik het op de zones die het nodig hebben. De dagcrème. De dagcrème bevat standaard 50 ml, dus iets meer inhoud. Heet de Texture and Tone Reversive Moisturizer. Deze is voor de normale tot gecombineerde huid. Een heel fijn blinkend potje, dat wel een merde is om op foto vast te leggen. De crème ziet er zo uit. Het is ook een echte crème structuur die op zich wel gemakkelijk uitsmeert. Maar als je gewend bent om bijvoorbeeld een gel structuur gelijk die van Vichy te gebruiken, dan voelt in eerste instantie deze van Biotherm een beetje dikker aan. Nu, ik heb daar op zich geen problemen mee, want het smeert uit en het trekt ook wel goed in. Het ruikt ook wel. Ik vind dat het wel lekker ruikt. Ik kan de geur niet goed beschrijven. Maar het ruikt vrij... Ja, zo een goed werkend product. Zo ruikt het. Ik heb ook 2 haarproductjes deze maand. Toevallig alle 2 van Kérastase. Het zijn deze 2. Het eerste is een serum. Het Fiber Architect Renovating Dual Serum. Het ziet er zo uit. Het is eigenlijk een dual serum. Er zitten 2 producten in. Eentje langs de groene kant en eentje langs de witte kant. Je drukt op het knopje en dan komt er een klein beetje van elk van de producten uit en je kan het dan gewoon mengen. Waar dient het serum voor? Het is eigenlijk bedoeld om nadat je je haar gefeund hebt, om een klein beetje van het serum te nemen, over je handen te wrijven en te verdelen over de lengte en de punten van je haar. Het is specifiek gericht op lengte en punten die eigenlijk heel erg beschadigd zijn of echt gespleten punten. Het is een heel licht serum. Het maakt je haar absoluut niet zo crispy of vettig. Het lost heel mooi op en je haar wordt er eigenlijk heel zacht van. Het tweede is het Kérastase Elixir Ultime. Maar dan in de limited edition versie en dat is deze. En ik ken dit product al en jullie ook, want ik heb er al over geschreven. Het is eigenlijk gewoon dezelfde inhoud, maar een limited edition verpakking. Dus Kérastase heeft samengewerkt met een kunstenares, Yasbuki, die de verpakking en het flesje zelf een limited edition uitstraling heeft gegeven. De kunstenares zelf werd eigenlijk geïnspireerd door haar Turks-Ottomaanse roots en heeft de verpakking voorzien van een soort van hekwerk. Dat jullie wel zullen kennen. Hè. Bedoeling is dat je erdoor kan kijken, maar dat er toch een soort van een sluier van mysterie is waarachter dan het kostbare goud van Elixir Ultime zit. Ik heb dan nog een productje voor mijn nagels.
Dus dit is het Co-Essential Nail Serum. In de afgelopen maand heb ik verteld over hoe erg mijn nagels eruit zagen. Ik heb dan de verzorging goed opgedreven. Het heeft wel geholpen. Eén ervan, of toch sleutelfiguur, was het Essential Nail Serum. Dat ik elke dag probeerde te gebruiken. Op mijn nagels goed insmeren en laten intrekken. En ik was er heel tevreden van. Tot ik het liet vallen. Ja, ja, want het is van glas. Kijk. Ik vind het heel erg. Hier zit 10 ml in. Ik heb er €25 voor betaald. Ik had denk ik nog geen 5 à 10% gebruikt. Ik laat het één keer vallen. Ja, de verpakking is van glas. Het breekt. En meer dan de helft loopt er gewoon uit op de vloer. Ik heb ongeveer 1/3 over. En ja, kapot of niet kapot, Hollander of geen Hollander, ik ga het gewoon blijven gebruiken tot op de laatste druppel. Want ja, 1, ik heb er veel geld voor betaald. En 2, het is gewoon wel een heel erg goed serum. Dus ik kan het wel aanraden, behalve de verpakking. Mijn laatste product is een lekker ruikend product en dat is deze. Dit is een parfum van Swarovski. Ik heb hier al over geschreven, een aantal maanden terug. Aura heet het. Een heel mooie verpakking met een Swarovski steentje. Eigenlijk een juweeltje, maar in parfumvorm. Dit is wel ja, typisch weer een geur voor mij. Vrouwelijk, iets zwaarder. Misschien voor sommige mensen wat te zwaar. Maar wat ik heel fijn vind, ik heb die de laatste maand veel gebruikt. Als die op is, kan je gewoon, Swarovski heeft heel ecologisch nagedacht. Dit is dus eigenlijk, je koopt één keer ja, de basisverpakking. En als die op is, kan je de hervulbare verpakking kopen. En kan je gewoon terug verder met je mooie flacon. Dit was alles. Alle producten zijn de revue gepasseerd. Bedankt voor het kijken. Laat zeker een comment na als je wenst. Vertel me wat jouw favoriete producten waren. Of stel een vraag over een van deze producten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!